zijn op de Mobile Movie Days. Die worden gehouden in beeld en geluid in Hilversum. Ruud van Gessel, jij bent de grondlegger van de Mobile Movie Days. Dat klopt. Simpele eerste vraag, wat is het? Het is een verzamelplek voor de internationale smartphone filmmakers community. Wereldwijd worden er ontzettend veel prachtige filmpjes gemaakt en films met smartphones. Mag een iPhone zijn, mag een Samsung zijn, een Sony, whatever. Maar je ziet dat jonge mensen dat nieuwe apparaatje gebruiken om hun eigen verhalen te vertellen. En dat doen ze subliem. Wat is jouw achtergrond? Ik ben regisseur, nog begonnen met bandjes en zelfs met filmcamera's die ontwikkelden. Een filmpje moest ontwikkeld worden. Ik vraag het, want ik heb zelf bij de VPRO gewerkt. De reguliere professionals waren niet de eerste, zal ik maar zeggen, die de nieuwe technieken zoals deze omarmden. Ook omdat de kwaliteit in het begin natuurlijk nog niet zo goed was. Nee, maar het zit in mijn karakter om dus nieuwe dingen gelijk te gebruiken. En 10 jaar geleden heb ik voor de VPRO al TAPS gemaakt. Dat was de eerste lange documentaire gemaakt met smartphones. De kwaliteit was inderdaad mezig. We hadden wel supergoed geluid, want dat is echt essentieel. Prachtig geluid. Maar het beeld was zo pakkend en die verhalen waren zo bijzonder. Dat het was een groot succes, veel naar gekeken. Maar 10 jaar geleden, en nu zie je dus eigenlijk na die 10 jaar zie je dat die smartphone... filmmaking is volwassen geworden. Die camera's zijn perfect. Het geluid is nog steeds een zorgenkindje, maar dan doe je een ander apparaatje erbij. Heb je exact super geluid. Maar je hebt nu wel de mogelijkheid om waar je ook bent, je eigen verhaal te vertellen. En dat is eigenlijk wat we met die Mobile Movie Days doen. We laten de mooiste films zien die gemaakt zijn wereldwijd. Die krijgen we van allerlei festivals. Want zij vinden het fijn dat het hier een fysieke plek heeft gekregen om ze te laten zien. Maar dan hebben we ook die Mojo Conference en My Story. Dat zijn aparte onderdelen. Mobile Movie Days moet en is al een beetje begonnen natuurlijk. Het is nu al groot. We gaan volgend jaar nog groter. Maar het moet de smartphone community van de hele wereld verbinden. Waar publiek, makers, professionals, alles loopt door elkaar. Een manier om te kijken naar die smartphone is dat het een goedkopere... het maakt beschikbaar bij mensen die daarvoor niet die grote camera's die we vroeger nodig hadden. Dus het is goedkoper, maar levert het ook ander materiaal op? Ja, kijk, het is wel zo dat veel van die filmpjes die gemaakt worden... er zit wel een ander appje op, dat heet Filmic Pro. En als je dat kost overigens €32, dus gaat ook nergens over. Maar in ieder geval, als je die erop zet, dan heb je eigenlijk dezelfde settings als in een grote camera. Dus je kan de sluitersnelheden veranderen, de codecs, alles kun je veranderen. Maar het feit dat zo'n cameraatje klein is, dat levert aan natuurlijk hele mooie camerastandpunten op, als je het zou willen. Want het ding past overal. In dramatische zin, dus in speelfilms, een acteur heeft zelf ook een smartphone. Dus begrijp je, er is geen technische afstand meer. Want normaal moest je dan soms als acteur een beetje zo staan, omdat, ja, anders was je niet scherp of zoiets, weet je. En dat is eigenlijk allemaal ballast. Nu gaat het vanzelf. We hebben prachtige documentaires, bijvoorbeeld uit arme landen, oorlogslanden. Gefilmd met een smartphone ben je overal erbij. Iedereen die doet gewoon mee. Want er is geen weerstand omdat het een groot ding is. Het is een cameraatje, het is een telefoon die ze zelf ook hebben. En dat maakt het uniek. Het heeft wel degelijk een andere manier van beeldvorming. En het heeft een andere manier van, toch ook wel een beetje van storytelling gekregen. Omdat die films, of filmpjes, die vertrekken uiteindelijk allemaal op internet. De makers zijn niet zo geïnteresseerd om op een festival te draaien, op een groot scherm. Dat kan ze eigenlijk niet zoveel schelen. Dat is ook wel een voordeel, want ik vind altijd als ik naar een documentaire festival ga, dan maken ze altijd al 1,5 uur om in de bioscoop te komen. Terwijl ik dan al denk, dat kan best korter. Nou, een groot deel kan korter, maar dat is zonder te beledigen. Maar dat gevoel heb ik natuurlijk ook. En mind you, dat realiseren een hoop mensen zich nog niet, ook niet in de professionele wereld. Er is een andere categorie van kijkers gekomen. En dat zijn jonge mensen die opgevoed zijn met uitzonderlijk mooi beeld. Omdat gewoon elke Hollywoodfilm is natuurlijk al spectaculair. Zenders als Vice laten wel hele mooie dingen zien. Dus hun entree level om naar beeld te kijken is heel hoog. Dat kan dus met die smartphones ook. En
Dan heb je nog dat het gedistribueerd wordt via, via een telefoon, een iPad of whatever. Ja, dus de beeldvoering is sowieso anders. Want ja, als je allemaal totaaltjes laat zien, ja, dat werkt niet op zo'n ding. Ja, dus andere attitude. Ja. Vandaag is het Mojo Conference, dus mobiele journalistiek. Op welke manier verandert de mobiele telefoon de journalistiek? Nou, kijk, het blijft natuurlijk gewoon een apparaatje. Hè. Je had net zo goed met een grote camera ergens kunnen staan. Het is alleen wel zo dat je bent met die telefoon niet meer als journalist niet meer de eerste. Als er iets gebeurt, is er altijd een bijstander, die is veel eerder. Hè. Dus dat beeld gaat als eerste weg, gaat eerst weg. En jij als journalist, ik zie dus hele mooie mobiele journalist reportages. Maar weet je waar het dan vaak over gaat? Ik zag een hele mooie van een dame uit Polen. Die had een item gemaakt over Roma's. In het Oostblok zijn Roma's niet geliefd. Ik zeg het nu even netjes. Hè? Dat had anders nooit uitgezonden worden. Had nooit gedeeld mogen worden. Zij heeft het gemaakt. Eigen portret. Schitterend filmpje. Wereldwijd weggegaan. Andere dingen. In landen waar het niet vanzelfsprekend is dat vrouwen bijvoorbeeld items kunnen maken of bij de pers terecht kunnen. Met de mobiele telefoon. Je zendt het. Het gaat via WeTransfer. Of je zendt het live uit. In landen waar de pers toch niet helemaal vrij is. Deels Iran. Wij hebben hier ook films uit Iran. Het wordt gemaakt. Je drukt op de knop. En het zit in mijn computer. Zo simpel is het. Als iedereen kan filmen, wat blijft de rol voor de journalistiek? Nou, kijk, dat is een hele goede vraag. Hè? Want kijk, daar gaat het vandaag ook een klein beetje over. Ik ben natuurlijk eigenlijk ook regisseur. Daar moet ik mijn centjes mee verdienen. Hè? Maar mensen zijn een beetje te halstarrig in wat journalistiek zou kunnen zijn. Youssef Omar, die hier is, die maakte een reportage over het extreme geweld tegen vrouwen in Zuid-Afrika. Mensen wilden niet praten, dit en dit en dit. Wat deed hij? Briljant idee. Hij zette op die gezichtjes van die vrouwen en die meisjes Snapchat gezichtjes. Dus ze waren op dat moment onherkenbaar en vertelden hun verhaal. Als je met dat Snapchat gezichtje naar het NOS-journaal was gegaan, dan hadden ze gezegd, ja, no way, maar dat ga niet naar een konijn zitten kijken. Weet je? Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Je zult als journalist ook een andere attitude moeten hebben. Of als newsroom editor eigenlijk, als baas van het journaal, hè, moet je er anders naar kijken. En wat ook belangrijk is, als je een echte mobile journalist bent, je bent niet meer anoniem. Op het moment dat jij dus die smartphone gaat gebruiken in een journalistiek geheel, dat is mijn privé mening, hè, maar goed, ik denk dat mijn mening niet ver, dat het wel een hele goede mening is. Jij bent niet langer meer de anonieme, je bent nog steeds de onafhankelijke journalist, maar je bent niet meer de anonieme journalist. Dat betekent dat je zichtbaar bent geworden en kenbaar bent geworden. En veel journalisten voelen zich daar niet veilig bij. Want de veiligheid zit namelijk dat je voor de krant werkt of voor het journaal werkt. En stel dat je een foutje maakt, nou, dan zegt de hoofdredactie, nou, onze diepe excuses, het journaal heeft een fout gemaakt. Als je met deze apparaten werkt, dan is het Ruud van Gessel die misschien een foutje had gemaakt. Of dat hij het misschien wel heel goed doet. Ja. Begrijp je? Je bent niet meer de anonieme reporter. Maar, en daarbij, hè, gevolg daarvan is ook, je hebt het apparaat bij. Dat apparaat heeft altijd internetconnectie. Als je uitzendt, doe je dat via je eigen kanalen. Dus de kanalen van de personen zijn belangrijker geworden dan de kanalen van organisaties. Ja, dat is ook een heel belangrijk ding. Kijk, Youssef en Soumaya, die hier te gast zijn, natuurlijk zijn zij de beste van de wereld. Hè? Dat is natuurlijk, snap ik allemaal wel. Hè, maar die hebben dus dan heb je het over honderdduizenden volgers. Dat is meer dan welke krant in Nederland dan ook. Hè, dus gewoon qua oplagen. Dat is bizar. Ja, superleuk natuurlijk. Hè? Maar in ieder geval, dat is een realiteit geworden. Hè, je bent een persoon geworden. Je bent iemand die zijn mening moet delen. En zijn visie moet delen. En dat wil ik dus bij wijze van spreken, of niet bij wijze van spreken, dat doe ik met die Mobile Movie Days. Dat doen we om verschillende culturen in beeld, geluid bij elkaar te brengen voor een betere wereld. Youssef en Soumaya doen precies hetzelfde. Wij doen dit alleen maar omdat we willen bijdragen aan sowieso
een meer diverse wereld waarin gelijkheid voor iedereen is. Gelijkheid is nu mogelijk door die malle smartphones, zeg ik maar even. Maar dat betekent ook dat je van elkaar kan leren. En dat je misschien ook een beetje af en toe boos op elkaar kan zijn. Dat is allemaal wel, weet je. Maar je bent aan het verbinden. En traditionele journaals enzovoort, die verbinden niks. Die sturen maar weg, En ja, dan moet je maar aannemen of dat leuk is of niet. Het is nu ruim 10 jaar geleden dat de iPhone geïntroduceerd werd. En zeg maar, laten we dat een moment even nemen. Er zijn natuurlijk veel meer mobiele telefoons die allemaal waardevol zijn. Maar zo kort is eigenlijk deze ontwikkeling nog maar bezig. Hoe zie jij de toekomst? Nou ja, kijk, ik zie hem dus buitengewoon florissant. Maar je kan het ook omkeren, want ik ben natuurlijk ook gewoon een realist. Die iPhones worden steeds beter. Ik zeg nu vaak, als een babytje geboren wordt, dan krijgt hij over 5 jaar de iPhone 10 van papa of mama. Hè? Dus een babytje van 5 heeft straks een apparaat in zijn handen waar je gewoon professionele dingen mee kan maken. De kwaliteit zal beter worden. Je hoorde nu al een beetje dat traditionele nieuwshuizen zitten nog steeds een beetje op HD te klungelen. Hè? Terwijl al die dingen lopen 4K. Dus ik bedoel, ja, ik weet niet waar je het over hebt. Weet je? Nee, maar dat zijn hele abstracte, maar echt ook hele concrete dingen. Ik ben wel realist genoeg dat een deel van beroepen zal samengaan. Net zoals ik. Kijk, ik noem mezelf wel regisseur. Maar ik ben ook producent, schrijver, dit en dit. Ik organiseer die mobile movie days. Want als ik regie moet doen, nou, ik weet niet wat ik dan ga doen. Maar dat gaat allemaal mixen. Wat een keerzijde is, er zullen ook gewoon banen verdwijnen. Zo simpel is het. Als je... Als je kijkt naar een gegeven, dus oké, het beschikbare, je kunt op andere plekken zijn, je kunt rechtstreeks uitzenden wat vroeger niet kon, al dat soort voorbeelden zijn er. Maar opdrachtgevers weten ook dat het tegenwoordig makkelijker is om te filmen. Jij komt vanuit een tijd dat er naar een regisseur, een cameraman, et cetera, anders aan werd gekeken dan nu. Want nu krijg je heel erg ook vaak de reactie, ja, maar kan het niet gewoon met een iPhone, oftewel... Kan het eigenlijk niet gewoon veel goedkoper? Is dat ook een gevolg van? Kijk, het is helaas concreet natuurlijk veel goedkoper geworden. Want als je vroeger ging monteren, dan had je een hele grote set nodig. En nu heb je een MacBook en het doet precies hetzelfde. Hè? Dus ook gewoon in de hoogste kwaliteit. Gaat zo de uitzendstraat in, maakt allemaal niks uit. Het moet dus inderdaad, maar dat is een trend, dat alles moet goedkoper in de audiovisuele wereld. Dat is deels omdat mensen dus... vaak dus een iPhone thuis hebben. Dus die denken, nou, je mag die van mij ook wel hebben. Een joekert van een televisiescherm kost tegenwoordig ook niks meer. Dus we zijn helemaal aan het downsizen van de perceptie wat iets eigenlijk moet kosten. En in Nederland, want in Nederland is daar wel heel erg een voortrekker in, wordt dat gerelateerd aan daghonoraria. En dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Wie goed is, moet nog steeds goed zijn centjes kunnen verdienen. Als ik eerlijk ben, hè, die ontwikkeling gaan we niet meer terugdraaien. Al zou iedereen het misschien over eens zijn dat het zou moeten, maar dat gaat niet gebeuren. Hey, wanneer is voor jou dit evenement geslaagd? Het is voor mij nu al meer dan geslaagd. Kijk, we zijn er nu ook achter gekomen dat we eigenlijk alles moeten livestreamen. Als er een presentatie is, livestream. Ik deed met Ruben Kazantsev, de founder van het iPhone Festival, deden we hier een livestream. We gaan nu al richting 30.000 of 40.000 views. Ja, dat is bizar. Dus dat is al fantastisch geslaagd. Waar ik ook heel blij mee ben, is dat we hier bij beeld en geluid zitten. Want dat is gewoon, het is een landmark in architectuur. Het is gewoon een fantastische plek om dit soort dingen te organiseren. En het meest blije ben ik, en daarom is het dus al meer dan geslaagd. Ik zie allemaal mensen met elkaar praten en de sfeer is goed. Het is goed neergezet, hè, dus de mensen die eraan meegewerkt hebben. Ik loop af en toe gewoon een wandelingetje op het park hier zo. Want dan het gaat gewoon door. Dan denk ik, krijg nou wat. Ik hoef helemaal niks te doen. En heel veel, vandaag heel veel studenten. Dus jullie zorgen ook zelf voor de aanwas van de nieuwe makers? Ja, ik doe soms gastdocentschap. En ik ben heel blij dat deze gekomen zijn. De grootste partij komt van de Breda University of Applied Sciences. Prachtige opleiding. Niet om de sier zijn, hè? Maar zij zien al
Die Breda University ziet al dat die mediawereld aan het veranderen is. Als je nu naar de school van journalistiek gaat, dan leer je eigenlijk nog steeds dat je een stukje moet schrijven. Maar je gaat in je hele leven nooit meer een stukje schrijven, hè, als je 4 jaar verder bent. En ik vind heel goed dat deze jongen, en ze zijn ongelooflijk interactief, hè, babbelen gewoon mee enzovoort. Dus ja, dan ben ik nog gelukkiger, want dan zie ik in ieder geval dat de jonge generatie die is klaar. En dan mag ik nog even met ze meedoen, toch? Ja, dat is toch fijn? Ja. Ja, super, heel ontzettend bedankt. Ik vind het een mooi evenement. En ook een grappig ding is, dat kunnen jullie nu niet zien, maar verderop is een man en die heeft zijn eigen winkel, zeg maar zo'n online winkel met alleen maar spullen gerelateerd aan mobiele telefonie, geluid, beeld, lampjes. Drones, noem het allemaal maar op. Ook dat is al een hele business geworden. Alleen dat is al fascinerend. Al die hele business die ontstaan is rondom een telefoon. Het is fascinerend. En elke dag komt er weer een nieuwe uitvinding bij. Dat je denkt, nou jongens, krijgen we dat ook nog. Hè? Maar ook die stabilisatoren en al dat gedoe. Het zijn steadycams op zich. En het werkt dus ook nog. Want dat vind ik nog het meest verbazingwekkende. Dat zo'n ding het dan ook doet. Ja, hij doet het ook. Ja. Super, ontzettend bedankt. Blijf kijken, we doen de hele dag interviews vandaag over mobiele journalistiek. Komen mooie gasten langs, komen later ook nog on demand, dus je kunt ook nog later op je gemak bekijken. Dankjewel. Jij bedankt.